Hallo, ik ben René Mon, technisch specialist bij Royer Brinkman van de techniek van Moliere. In deze video beantwoord ik hierover een aantal vragen. Moliere is een gasinjectietechniek die met hele hoge efficiëntie gassen oplost in vloeistof. Dit is met 85% om precies te zijn. Met conventionele techniek is het veel lager en is het ongeveer 20%. Daarom zie je met bijvoorbeeld bruismatten of Venturi-systemen ook heel veel visuele bruis. Moliere heeft zelf oorsprong in de afvalwaterzuiveringsindustrie. Ze zijn in staat om per milliliter water bijna 1 miljard deeltjes van gemiddeld 100 nanometer aan gasbelletjes op te lossen. Dit is ongeveer 2500 keer kleiner dan het formaat van een korrelzout. Er zijn twee verschillende types systemen. Het type clear wordt toegepast op het waterbazin tegen vuilbelasting en algengroei. Het systeem houdt door milde oxidatie het bazin schoon. Dit komt doordat er bij het injectieproces hydroxylradicalen vrijkomen. Het andere systeem, de NEO, maakt zuurstof geconcentreerder en wordt toegepast op bijvoorbeeld een schoon watersilo of dagvoorraadsilo en behandelt het water voordat het de kas ingaat. Doordat het systeem zuurstof geconcentreerder maakt voordat het geïnjecteerd wordt, kan het water ook overzadigd raken, zelfs bij warme watertemperaturen. Een goed zuurstofgehalte in het wortelmilieu is belangrijk voor de water- en nutriëntopname. Ook zorgt het ervoor dat de wortels natrium buiten kunnen houden. Daarnaast zorgt een goed zuurstofniveau voor gezondere wortels en een betere wortelontwikkeling. En reduceren we bijvoorbeeld pathogene schimmels met zowat 70% tot 90%, aangetoond in onderzoek. Het zuurstoftekort heeft vaak relatie met de hoge watertemperaturen. Organische vuilbelasting en biofilm zorgen bijvoorbeeld ook voor biologisch zuurstofgebruik. Daarnaast zien we vaak met bronwatersystemen dat de waardes die uit de grond komen ook heel laag zijn. Bij zuurstofgebrek kunnen er minder energierijke ATP-verbindingen worden gevormd. Op dat moment vermindert de wortelgroei sterk of stopt het helemaal. Ook zien we vaak dat drainage's oplopen bij lagere zuurstofwaardes. Een bekend fenomeen in de zomer. Langdurig tekort aan zuurstof zorgt ook voor wortelverstikking. Als gevolg daarvan maken de wortels vatbaarder voor secundaire pathogenen, zoals bijvoorbeeld Fusarium, Pythium of Phytophthora. Het systeem zorgt voor een efficiëntere nutriëntopname. Ook zorgt het systeem dat leidingen wat schoner blijven. Dit komt niet zozeer door zuurstof, maar doordat we negatieve oppervlaktespanning geven aan water. Daarbij zijn kwekers in staat om minder fungicide gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, omdat we zien dat we ziektes zoals Fusarium of Pythium enorm kunnen reduceren. Voor bazins zijn bijvoorbeeld chemische correcties met zwavelzuur of middelen op basis van actief koper niet meer benodigd. Wil je meer informatie over Moliere? Neem dan contact op met bijvoorbeeld je accountmanager, met mij direct, of kijk op www.royalbrinkman.nl.